Dames en heren, ik ben van Linksom. En Linksom is de organisatie die deze conferentie georganiseerd heeft. En daar zijn we de hele tijd mee bezig geweest. En we zijn er best trots op dat we een heel mooi programma hebben gemaakt. Het is niet alleen maar het programma van vandaag, maar het is dus de derde conferentie. En we zijn in staat geweest, vinden we zelf, dat we een heel kaleidoscoop hebben kunnen creëren van een heleboel aspecten die relevant zijn op het gebied van armoede. Toen we ermee begonnen, bij de voorbereiding van de eerste, realiseerden we ons eigenlijk helemaal niet hoe complex en veelomvattend zo'n thema is. En we zijn er op zich gewoon heel blij mee dat het dus geslaagd is om dat op deze manier te doen. Zowel de wetenschappelijke kant, de politieke kant, een aantal voorbeelden van ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede. Dat zijn confronterende en ze nu dan toch ook inspirerende zaken om daar mee bezig te zijn. We vinden gelijktijdig dat het drietal nu wel aan armoede besteedt een goede afronding is om het op zo'n manier te doen. Een vierde en een vijfde conferentie over armoede gaan we niet geven als het aan ons ligt. En het ligt aan ons, maar het ligt natuurlijk ook aan jullie. We willen wel op twee wegen verder gaan. Namelijk, het bevalt ons erg goed om met dit soort conferenties aan de slag te gaan. En dat zijn dus conferenties op, ik zou het zelf noemen, sociaal-maatschappelijk gebied, waar we de decentrale politici en de centrale actoren, leden van Tweede Kamer, bestuursleden, et cetera, met elkaar in aanraking brengen. En ook een mogelijkheid geven om verschillende ideeën daarbij uit te wisselen. Echt met het gevoel dat je een stap verder komt als je het op zo'n manier doet. We willen graag met dit soort conferenties als Linksom in de komende jaren graag bezig gaan. En help ons om zinvolle inhouden daarbij te bedenken. Jullie hebben een papier op je stoel gevonden. Dat is aan de ene kant een soort evaluatievraag van wat vind je er eigenlijk van. En help ons als je ideeën hebt om het te verbeteren, want dat horen we graag. Weten we zelf ook wel dat er altijd dingen verbeterd kunnen worden. Excuses voor het geluid bijvoorbeeld vanmorgen. Maar op het ogenblik gaat het geluid eigenlijk best wel heel redelijk, is men in de. Goed, dat papier geeft de mogelijkheid om wat terug te kijken ook. En we zijn naast de conferenties de afgelopen tijd ook bezig geweest met wat we noemen een denktank. Gedurfde ideeën op het gebied van armoedebestrijding. En we hebben op een van de vorige conferenties gevraagd, hebben jullie zin om mee te doen? Daar reageerden in eerste instantie zo'n 25 mensen op. Het was niet mogelijk om dat fysiek te doen, dus we hebben een aantal heel plezierige digitale vergaderingen door het land heen gekregen. En zo langzamerhand is daar een product uit gekomen. Dat is een ideeënbundel over gedurfde ideeën over armoedebestrijding, maar dan voor gemeentes. Want we hadden het idee, juist die gemeentes zijn, dat merkten we ook in die denktankgesprekken, die zijn eigenlijk best geïnteresseerd om van elkaar ook te horen wat er gebeurt, wat voor beproefde en ook inspirerende ideeën er zijn en ervaringen er zijn. En kun je dat niet uitwisselen? Dat heeft geresulteerd in die ideeënbundel. We hebben een aantal exemplaren van de ideeënbundel meegenomen. Die kunt u nog kopen voor, ik geloof, €5. Een aantal van jullie hebben dat al gedaan. Ik kan je verzekeren dat als je dat hebt, dat als je raadslid bent of wethouder,
in die sfeer, dat het eigenlijk best een hele goede mogelijkheid is om eens wat creatief te denken over dingen waar je misschien in je eigen patroon nog niet aan gedacht hebt en dat wel op een betere manier kan doen. We willen die Denktank ook een vervolg geven. We waren dus klaar met die ideeënbundel en we noemen dat maar editie 23, 2023. We hebben er inmiddels natuurlijk ook wel wat reacties op gekregen, omdat we hem verspreid hebben naar alle gemeenten in Nederland. Tussen haakjes, als je dat doet, dan overkomt je toch iets heel bijzonders, want dan krijg je bijna van 200 gemeenten de reactie terug. Hartelijk dank voor de ontvangst van je papier. En niet alleen hebben we dat soort reacties gehad, maar we hebben ook van een behoorlijk aantal tientallen gemeentes, fracties van de Partij van de Arbeid, van de GroenLinks en nog van anderen, de opmerkingen gekregen. Nou ja, goed dat het gebeurt en dat nou, is voor ons eigenlijk ook best wel reden om dat in 2024 een nog betere versie hier te geven. Daarbij was er ook het idee, dit gaat over de decentrale armoedeproblematiek. Doe het nou ook maar eens over de structurele punten en probeer daar een soortgelijk document van te maken. Nou, dat vinden we eigenlijk ook best een heel interessant idee. En ja, we zijn ambitieus. We hebben nog een aantal andere onderwerpen ook bedacht waar we met jullie graag mee bezig zouden willen gaan. En ik noem ze gewoon maar op. De titels. Dilemma's van links in politiek veld waarin de macht bij rechts ligt. De van waarde discussie in een nieuw jasje gieten. Weg van het neoliberalisme. Er zijn alternatieven. Dat is natuurlijk in het vervolg van wat we vanmorgen van Hans hebben gehad. Maar we hebben ook het idee, ja, het moet niet blijven bij ideeën. En het zou eigenlijk toch heel goed zijn om daar ook actiegericht een aantal dingen aan te koppelen. Misschien ook decentraal. Graag ook samen met de wetenschappelijke bureaus, want we positioneren ons naast, misschien tussen linksom en de Partij van de Arbeid. We hebben ook lijntjes naar andere linkse partijen. En we willen niet het werk doen wat de wetenschappelijke bureaus doen, maar wel aanvullend of juist vanuit dit soort deskundigheid bezig zijn. Samenvattend zou je dat soort onderwerpen kunnen noemen. Hoe kunnen we het anders en kunnen we het ook daadwerkelijk tot een realisatie brengen. Tot slot wil ik nog noemen dat er in de conferentiemap aan het eind een stuk staat. En dat is eigenlijk heel ambitieus. Dat heet het grote verhaal van links. Nee, het heet een aanzet tot het grote verhaal van links. En ja, misschien heeft u het gelezen en dacht u, nou, een leuk opstel van die jongens. Maar het heeft een heel diepere ambitie. Want wij merken, als we met linkse collega's praten, dat er toch vaak gesproken wordt in termen van links heeft een verhaal, een groot verhaal nodig. En dat, ja, als we waren toch in het idee, je kan wel op het niveau van een visie of een missie spreken, heel kort geformuleerd. Je kan ook in termen van verkiezingsprogramma's en beginselen spreken. Nou, dat is allemaal veel uitgebreider. En probeer het nou eens gewoon in termen van ja, wat je echt belangrijk vindt voor de komende jaren te formuleren. In een paar bladzijden. En probeer je bewust nou eens te beperken tot die bladzijden. Dat is de uitdaging die we hebben. We hebben de moed gehad dus om gewoon onze eigen ideeën in die conferentiemap te hebben. Het is onaf, het kan heel anders, het kan veel beter. Doe alsjeblieft mee, als je er zin hebt, om gewoon met elkaar gewoon eens een paar keer als schrijversgroep bij elkaar te zitten. En dan nou ja, te komen tot iets waarvan ook bijvoorbeeld het bestuur van de Partij van de Arbeid of het bestuur van GroenLinks het idee heeft. Nou, dat is waardevol, daar kunnen we wat hebben. Dat zouden we graag willen doen. En dat hebben we dus als mogelijkheid in het formulier wat jullie op je stoel hebben gekregen. Maak daar gebruik van. Help ons. Als we van jullie een idee krijgen, dan reageren we binnen
een paar weken, misschien al binnen een paar dagen, omdat we zelf erg geïnteresseerd zijn in welke mensen op wat voor manier realiseren. Nou, ik hoop dat je het doet. Ik hoop dat we over niet al te lange tijd weer een relevante conferentie hebben met weer een paar uitstekende gasten, want dat is de jus van het werk. Dankjewel voor je aankoop. Dit is niet het laatste woord, want Dick gaat ook nog een woordje. Beste mensen, ik mag het laatste woord hebben en ik sta tussen u en de borrel, dus ik heb een risicovolle taak nu. Eerst ga ik jullie bedanken. Je hebt allemaal je vrije zaterdag opgeofferd. Je had andere dingen doen, je had kunnen lekker in de woonmol kunnen rondlopen, lekker consumeren. Of je had een boek kunnen lezen. Ik kan een heel goed boek aanbevelen van Hans Rodenburg en collega's. Maar ik wil jullie bedanken, want jullie hebben je vrije zaterdag opgeofferd om wat te leren. En wat je geleerd hebben is hoe je tegen het populisme kan omkomen. Hoe je tegen je onzin kan doorprikken. En dat is door een aantal sprekers gedaan. Wat gewoon dingen die niet waar zijn. Mensen die de schuld krijgen. Hoe er gediscrimineerd wordt in Nederland. Je hebt het allemaal kunnen leren. En je kan het allemaal terugkijken in de stukken en op de website. En daar wil ik je voor bedanken. Want jullie zijn nou degene die het populisme zelf kunnen bestrijden. Wij kunnen een klein beetje doen, maar wij bereiken. Zoals hier 100 mensen. Maar jullie, als ze allemaal 10 mensen doen, dan hebben we 1000 mensen bereikt. En als je collega's wijzen op de stukken, hè, dan kan je nog steeds meer mensen bereiken. En zoals Tuur ook zei, we moeten het samen doen. Dan wil ik jullie graag aanbevelen de websites van GroenLinks het Wetenschappelijk Bureau, de Wierhard Beckman Stichting en Linksom. Daar staat heel veel achtergrondinformatie op. Hè, hoe je het in de praktijk kan waarmaken. Hoe het echt in elkaar zit in de samenleving. Hoe je kan verweren tegen moeilijke discussies. En gewoon ook concrete voorbeelden wat je kan doen. Dan gebeurt er wat in de Verenigde Staten. Er schijnt iets te zijn met een of andere meneer Trump. En dat lijkt wel een beetje op Nederland. Want daar heerst ook een enorme situatie rond populisme. En ik kan eigenlijk ook YouTube aanbevelen. Daar ben ik niet zo groot voorstander van aanbevelen commerciële kanalen. Maar in dit geval, het staat op YouTube. En daar staan twee personen op met interessante verhalen. Die momenteel druk bezig zijn het populisme te bestrijden. En dat zijn Noam Chomsky. U kent wel de beroemde taalkundige. Maar ook Robert Reich. En Robert Reich zou je kunnen kennen vanuit het team van Obama. En vooral Robert Reich is heel erg goed om precies aan te geven wat je wel en niet moet doen in de politieke campagne en in discussies met het populisme. Dan rest mij nog om de sprekers en de medewerkers te bedanken. De sprekers, jullie waren geweldig, jullie hebben het goed voorbereid. Jullie hebben ons heel veel meegegeven. Het zijn ook dingen waar we dachten van oei, dat moet ik nog een keer nakijken. Maar de combinatie tussen theorie en praktische tips. En we hebben altijd gezegd, iedereen die hier weggaat, ze heeft iets in zijn rugzakje zitten. En dat is kennis. En kennis die je in de praktijk kan gebruiken. En dan rest mij om alle medewerkers te bedanken. Jullie zijn geweldig. Jullie hebben hier 3 keer in de ronde gewerkt, soms zelfs 's nachts. We hebben mensen met uitval, met ziekte, met verloop. We hebben overal mee te kampen gehad. Maar het is weer gelukt. We zijn stinkend trots op jullie allemaal. Beste mensen, jullie zijn geweldig. Dankjewel en voor jullie allemaal een roos.